op al zeker een sportief gebaar van de Tsjech. En eens kijken hoe Roberto gaat starten. Hij heeft al gelijk een triple te vinden. Kijk eens aan. Zelfs twee triples te vinden. Dat is goed voor het vertrouwen. En wat we net van Karel Sedlacek zagen, die omhelzing, dat is echt gewoon hoe dat Karel Sedlacek eigenlijk is. Hij zit ook meestal bij ons aan de tafels bij de Pro Tour. Hij heeft natuurlijk geen tourkaart, maar staat hoog genoeg op de Challenge Tour. Waardoor dat hij nu met de Pro Tour mag meedoen. Is ook sowieso al geplaatst voor het WK, doordat hij op de Pro Tour het vrij goed heeft gedaan. En hier op de Eurotours heel goed heeft gedaan. Dus... zeker een speler om rekening mee te houden. Zeker niet de makkelijkste tegenstander hier voor Roberto. Maar zoals ik al zei, Roberto zelf ook een hele goede speler. Laat het ik hier ook op zien. Ja, dat is goed gedaan. Na 9 pijlen gelijk op 170. Dus maakt toch wel een kleine statement. Dat is mooi om te zien inderdaad. Staat ook voor hem dan redelijk links van die jockey, heb ik de indruk. Ja, inderdaad. Staat eigenlijk altijd het uiterste dat je kunt staan naar links toe. Dat kan wel eens, als je lokale toernooien zijn, vrij lastig zijn, want ja. Je hebt veel spelers die rechts staan en veel spelers die dan links staan uiteindelijk, of die ertussenin staan. Maar met het druk lopen kan dat wel eens lastig zijn, want als je dan tussen twee wedstrijden door moet lopen, dan moeten wij altijd wachten voordat een tegenstander terug is, of die tegenstander moet naar de andere kant lopen natuurlijk. Dubbel 10, 131. Gooit 151 uit in plaats van 131. Had zich misrekend. Misstelt zich hier. Nee toch. Roberto. Karel Sedlacek laat nu wel aan 40 staan. Dus Roberto, als je nu triple 20, triple 17 gooit, is het dubbel 10. Weet het nu niet te vinden. Oh, dit is zonde. Is inderdaad wel heel jammer, want dat kan heel uw spel eigenlijk helemaal beïnvloeden, zo'n rekenfout. Moet nu hopen op foutjes van Sedlacek. Op één dart. En hij finisht hem. Dit is zonde. Dit is natuurlijk zonde, want dit was een bijzonder knappe 151 checkout. Ja, dat wel. Was een hele mooie 151. Maar jammer genoeg startte de legs van 501 en niet van 521. Anders had de leg binnen geweest. Maar... weet dus wel dat hij een dubbel kan vinden voor een hoge plusfinish als het nodig is. Hij mag het zich niet te hard gaan aantrekken nu natuurlijk. Ja, daar heb je wel de indruk van dat hij het zich wat gaat aantrekken. Sedlacek werd omschreven als de nummer 2 van Tsjechië. Dan is dat na Adam Gavlas. Vormde ook met Gavlas een duo voor Tsjechië op de World Cup of Darts die we deze zomer hadden. Ja, wordt wel rankinggewijs wordt hij wel als nummer 2 van Tsjechië gezien, maar vormgewijs is het wel de nummer 1 van Tsjechië. Want Adam Gavlas iets op het vorm natuurlijk, maar Karel is gewoon bij ieder toernooi dat er eigenlijk dit jaar is geweest, is Karel bijna aanwezig geweest. Waar dat van Gavlas natuurlijk niet was. 140 om in de licht te blijven nu. Die is zeker nodig, Roberto van Dalen. 121. Wordt ook aangemoedigd vanuit het publiek. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Weer 140, laat nu 134 staan. Helemaal terug in de lek. Winnaar van dit duel wacht in de tweede ronde een partij tegen Martin Schindler. Een van de spelers die mocht doorschuiven als reekshoofd door een van de drie afzeggingen. Single 20 voor dubbel 16 voor Karel om er 2-0 van te maken. Weet hij niet te vinden, dus Roberto komt hier terug voor 98 om zijn eigen leg... Nee, om Karel om te breken. Ja, klopt. Dit is goed. Dubbel 19 dan. Ja, mooi. Oh, dit is heerlijk van Roberto van Dalen. Die dan zijn foutje uit de vorige leg weet goed te maken. Dus ik kan nu gewoon gooien om zijn eigen leg weer te behouden. Scorend vermogen, niets op aan te merken momenteel. Dubbels, maar prima. Als hij voor de juiste dubbel gaat. Eigenlijk 100% op de dubbels, maar hij wist tops gelijk te raken, hij wist dubbel 19 gelijk te raken. Blijkbaar heeft hij toch 0 op 1 gehaald, stond er daarnet in de statistieken. Ja, omdat hij eigenlijk een pijl op een dubbel had, maar hij heeft er dan niet... Hij is voor buiten gegaan, dus hij wordt wel als dubbel gerekend. Ja. Flight zit
los. Die gaat er nu ook afvallen. Ja. Zijn dat L-styles of niet? Dat is L-style. Dus ja. Wil gewoon zeggen dat hij op voorhand al los was voordat hij gegooid werd. Want L-style, normaal gezien, als je die goed aanduwt, dan blijft die altijd vastzitten. Zelfs bij mij, ik ben een vrij harde gooier. Zelfs bij mij valt die er bijna nooit af. Het kan ook zijn dat de shaft natuurlijk al helemaal uitgegooid is eigenlijk, dat hij een beetje open staat. Hier nu wel een mindere leg van Roberto qua scoring. Moet nu toch wel twee triples vinden om weer in de leg te blijven. Ik kan hier beter switchen, want het zit er wel in de weg. Doet het niet, blijft op de 20. Om even te kaderen, Brian. Gisteren hadden we dus die Host Nation Qualifiers. Hoeveel mensen zijn daar gisteren aangestart? 60 deelnemers. We waren met 60. En uiteindelijk er 5 die ervan overschieten. Dus om toch maar aan te duiden dat hij het zeker niet gestolen heeft, Roberto van Dalen, zijn plekje hier in de Belgian Darts Open. Ja, Roberto was een van de spelers die uit de loting uitkwam. Was Roberto een van de spelers die ik zelf in mijn gedachten had dat zich wel zou plaatsen. Natuurlijk ook omdat ik weet hoe hij op de vloer speelt, op de kleine toernooien dan. En dat is gewoon een speler om rekening mee te houden. Ik zie nu ook wel in de eerste twee legs eigenlijk wel laten zien. Jammer dat hij in de eerste leg dan die 151 gooit in plaats van 131. Maar weg van daar is het momenteel niet echt een slechte buurt. Nee, zeker niet. Van podiumvrees is er eigenlijk weinig of geen sprake. Heeft ook meteen zijn foutje van in die eerste leg kunnen rechtzetten. Ja, moet hier nu wel hopen op foutjes van Karel om zijn eigen leg te kunnen behouden. Ja, want die staat nu natuurlijk te wachten op tops. 40 voor Sedlacek om opnieuw te breken. Ja, doet hij meteen met de eerste dart in hand. Dat is de familie Sedlacek. Die verblijven ook bij goede vrienden van hun. Natuurlijk Sven Verdonk en Jana. Jana natuurlijk ook zelf een Tsjechische. Sven Verdonk is samen met een Tsjechische. Daar verblijven ze bij. Al jarenlang bevriend. Dus als het voor hun dan is in België, is het natuurlijk ineens mooi meegenomen om nog eens de vrienden te ontmoeten. Sven Verdonk, die gisteren ook de qualifier mee heeft gedaan. Waaraan hij verloor van Andy Bates in de tweede ronde. Was een sterk blok, hè, met Bates. Ja, inderdaad. Het was een heel sterk kwart. Ik denk dat Kevin Blomme was uiteindelijk de plaatsingswedstrijd voor Andy Bates. Dan had je nog Ronnie Huibrechts daar, Kenny Nijens, Sven Verdonk. Dus ja, toch wel 5 namen eigenlijk die vrij groot zijn in België om dan allemaal op dezelfde kwart te hebben. Ja, en enkel Ronnie Huibrechts en Kenny Nijens die hadden al een keertje gestaan op de European Tour. Zij waren de enigen met die ervaring. Dus om maar aan te tonen, ja, heel veel van die jongens, eigenlijk allemaal die zich geplaatst hebben, die gaan zich nu voor het eerst tonen op het grote podium. Als we aan die Bates buiten beschouwing laten met het WDF-WK. Ja, inderdaad. Bates heeft wel al wat ervaring daarmee. Van het WDF-circuit helemaal volledig af te doen en daar de Lakeside te spelen. Ja. En ik denk dat we nu toch wel een klein beetje de zenuwstress bij Roberto zien hier op het podium. De podiumstressjes die boven komen, want iets minder triples dan in het begin van de wedstrijd. Weet hier nu wel mooi 2 triples te vinden, maar laat geen finish staan. Nee. 48 over, 8 voor tops of 16 voor dubbel 16, dat is een goede marker gelijk. Ik weet hem niet te gebruiken, dus Roberto kan hier enkel en alleen druk op zetten. 171 zou perfect zijn, of 139. Nu toch even naar het scorebord kijken. 82 staan. Momenteel toch het scorend vermogen te hard gezakt tegenover de eerste twee legs. Zou het toch wel dringend terug moeten opkrikken, want Karel gaat alleen maar verder uitlopen als het zo blijft lopen. Evil Charlie, ook een schitterende bijnaam ook wel, hè. Inderdaad, we zijn een hele vriendelijke persoon. En dan Evil Charlie. Yeah! 180, dames en heren, voor Roberto van Dalen. Dan zei ik net dat hij zijn scorend vermogen moest opkrikken en dan gooit hij een 180. Goed gezegd, Brian. En ik zei ook net, Karel Sedlacek, een van de meest vriendelijke personen. Roberto gooit 180, krijgt ook direct een... Ja, een vuistje eigenlijk. Ja, een handje van Karel.
Ja, zo'n Sedlacek die voelt dat ook aan. Dat, natuurlijk. Dat het voor Roberto zijn moment of fame is natuurlijk. Hè. Die voelt dat. Hè. Inderdaad, hij weet zelf ook hoe dat is om voor zijn eigen publiek te spelen. Hè. We hebben ook een Eurotour in Praag gehad. En daar was hij dan een van de grote mannen voor Tsjechië zijnde. En hij weet zelf ook wel hoe dat, dat voelt. Sowieso al mooie dingen laten zien in de eerste vier legs. Maar de cijfers zijn wat ze zijn. Hij staat 3-1 in het krijt. Ja, hij heeft nu toch kans om hier zijn eigen leg te behouden. Nog zo eentje. Die zit perfect. Kan hij weer een 180 gooien. Wordt net niet gevonden. Wel een mooie 140. Ja, komt op 95. Dit zet druk op Sedlacek. Die wel nog één triple vindt en zo op 136 komt. Mooi! Mooi! 95 check-out voor Roberto van Dalen. Ik heb hier ook weer het respect van Karel uit naar Roberto toe. Dat is echt wel hetgeen we altijd verwachten van Karel. Alleen niet verwachten, maar we weten dat we kunnen verwachten van Karel. En deze was toch wel een veel betere leg van Roberto. Hopelijk kan hij nu in de volgende leg hetzelfde doen. Zodat hij Karel iets in de problemen kan brengen op zijn eigen leg. Dit gaat daar niet bij helpen, vrees ik. 15 darter. Mooi. 99. Mooie laatste pijl hier. Dat was ook een belangrijke eigenlijk om nog iets of wat in de licht te blijven. Maar Sedlacek had zich waarschijnlijk goed wegzetten. Doet hij ook. Heel mooi 162 worden voor zich naar 140 toe te brengen. Dat is knap zeg. Mooie 140 voor Roberto. Hier nu dubbel 10 voor Karel. Nee, geen 140 check-out. Laat wel dubbel 5 staan, niet de makkelijkste dubbel. Dus als Roberto hier een 180 weet te gooien voor zich weg te zetten op 40 en de druk op Karel volledig op te voeren. Ja, zit een beetje in de weg, vrees ik. Ja, kan makkelijk switchen ook naar de 19 toe. Doet hij niet. Blijft op de 20. Daardoor laat hij nu dus geen finish staan, maar nee. Te ver uit het centrum moest gaan staan waar hij altijd staat. 1 dubbel 2 voor Sedlacek. Voorlopig maakt hij het niet af, maar zoals Brian zei, geen druk op de ketel. Want Van Dalen staat er niet op een check-out. Nu wel een triple nodig. Wordt niet gevonden. Dus Karel weer met niet al te veel druk. Dubbel 2. Niet de makkelijkste dubbel. Zeker niet voor zijn stijl als hij daar komt te zitten. Nou, zeker niet daar. Dus komt Roberto toch nog terug voor 122. Wel ja, degelijk. Daar komt hij. Wel degelijk. Hij zal op de 18 beginnen. Hij krijgt alleszins steun van het publiek, dames en heren. Roberto van Dalen, 122 moet hij proberen finishen om de bordjes in evenwicht te brengen. Nee, gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Wegzetten dan maar. Maar nu goed. Nog 64 over, dus gaat voor triple 8 of triple 16 gaan. 74. Gaan we nu op full. Nog een keertje dan voor de dubbel 2 Sedlacek en nu straft hij het dan toch uiteindelijk af 4-2. Er komen nog kansen, maar dan moet Roberto deze lijk wel behouden. Dat is weer een goede start. Nog eentje dan. Ja! En heerlijk omzien, dames en heren. Je ziet dat publiek onmiddellijk recht veren. Wachtende. Op dat moment, op die uitspatting, die 180 die gegooid wordt. En dan is het zaak om het hoofdje koel te houden, want nu volgt een 41. Ja, maar we zien ook Roberto die inderdaad wel hoort wat het publiek allemaal doet. Hoort dat zijn naam gezongen werd. En heeft dan ook die glimlach ineens op zijn gezicht staan die we nu zien. Ja, dat moet wat met je doen, hè, als je dat niet gewoon bent. Ja, natuurlijk. Maar het is natuurlijk nog altijd wel, je staat daar om je job te doen. Je moet je concentratie zoveel mogelijk blijven behouden. Ik snap dat dat niet altijd even makkelijk is en zeker niet op je debuut. Maar
het is toch wel heel belangrijk om die concentratie te behouden, want als je die niet houdt, dan gaat je geen mooie resultaten neerzetten. 61. 61 worp hier maar niet te veel damage, aangezien dat Karel Sedlacek een 180 nodig had om zich naar de finish toe te werken. 100. Gebeurt niet, dus minimaal 6 pijlen nu voor Roberto voor 178 te finishen. Dit is een goede eerste. 98 over, 18 of 20. Ja, goed. 78. Karel kan hier alleen maar druk op zetten. Die eerste spel was een goede marker, maar de switch toch naar de 17 voor 170 over te laten. 78 dan nu voor Roberto van Dalen. Triple 18 voor dubbel 12. Single 20 en tops. Voor 4-3. En dan doet hij al Roberto van Dalen. Het is nog niet over en out tegen Karel Sedlacek. Ja, qua dubbels mogen we zeker niet klagen bij Roberto. Het is enkel hier en daar het scoringvermogen dat heel even weg is, waardoor dat hij achter staat. Hier zien we het ook, 76 gemiddeld is niet bepaald veel. Maar wel 3 uit 4 op de dubbels. En dan die vierde pijl eigenlijk, dat is die tops dat hij gooit in plaats van dubbel 10. Dus als hij die 131 naar de juiste dubbel had gegooid, dan had hij 100% op de cross gehad. Hier zijn derde 180 van de wedstrijd. Schitterend! Ja, dit is sowieso een moment waar hij met fierheid op gaat kunnen terugkijken in zijn leven. Ja, zeker. Ik zei het voordat de wedstrijd al begon dat Roberto zeker een goede speler is. Begint dit nu ook te laten zien. In het begin nog hier en daar wat zenuwen die naar boven kwamen. Maar nu beginnen we toch wel de echte Roberto van Dalen te zien. Sukkelt wel een beetje met de flights, heb ik de indruk. Ja, hij heeft inderdaad één flight die altijd moeilijk doet. Dus volgens mij toch eens even kijken of de shafts nog wel volledig intact zijn. Sedlacek, die staat nu op 96. Een dubbel 8. En die gaat het afmaken. Nee, voorlopig geen 5-3. Dus nu 161 voor Roberto. We voelen eigenlijk aan dat dit echt al uit moet. Ja, stevige topper wel hoor. 161. Nee, niet gevonden. Nee. Hij had twee trippels nodig. Dus moet weer hopen op fouten van Karel Sedlacek. Ging met de laatste pijl nog naar boven voor 96 over te laten, zodat hij dan maar twee pijlen nodig heeft in plaats van een 3-dart finish. Nog één keertje dubbel 4 en hij wordt met de derde dart gevonden. 5 tegen 3. Karel Sedlacek heeft nog één leg nodig om door te stoten naar de volgende ronde. De volgende partij wordt trouwens een stevige dobber tussen Boris Kurtjmar en Cameron Menzies. Ook wel een leuke partij in het vooruitzicht. Inderdaad, zeker een leuke wedstrijd. Beide heren die in goede vorm verkeren momenteel. Hier Roberto weer. Ja, yeah. Zijn gebeurtenis van de wedstrijd. Alsof het geen enkele moeite kost voor Roberto. Ook echt zo goed als loodrecht, vind ik. Ja, inderdaad, heeft een hele rechte stijl. Ik denk als ik zelf zo zou gooien dat ik omver zou vallen, ja, bij iedere beweging die ik doe. Maar voor hem werkt het perfect. Dat zien we hier ook. Na 9 pijl op 160. De eerste triple wordt niet gevonden. Hier een mindere setup. Dat is dan het probleem. Eén mindere worp wordt door zo'n jongens als Sedlacek afgestraft natuurlijk. Inderdaad, laat hier nooit top staan. Dus 117 moet gevonden worden voor Roberto. Of anders wordt het een nederlaag, denk ik. Die zit er voorlopig inderdaad aan te komen. Sedlacek wacht op tops. Wat doet Van Dalen met die 117? Triple 19 dan nu. Nee, niet gevonden. Sedlacek keert terug. En kijken we dan naar de exit van de eerste Belg op de Belgian Darts Open. Hij heeft zich zeker en vast verweerd tegen Sedlacek. Heeft nog twee darts om het af te maken. Nog één dart op de dubbel 10. En hij doet het voorlopig niet. Het is nog niet voorbij. Roberto van Dalen keert terug voor de dubbel 12. En krijgt daarvoor de steun van de 12e man. Gaat hij er nog een extra leg uitpuren of niet, Roberto van Dalen?
doet hij het. Ja, hij doet het. Geen enkel offer. En als Sedlacek niet naar een decider wil gaan tegen Roberto van Dalen, dan moet hij dus nu gewoon de eigen leg behouden. Start hier wel prima. 123 worden. Dus Roberto moet nu ook minimaal twee triples vinden om de achtervolging in te zetten. Ai, dat gebeurt voorlopig niet. En op die manier kan Sedlacek proberen uitlopen natuurlijk. 100. Met een worp van 100 heeft eigenlijk nu al een maximum score nodig. 140 is eigenlijk het minimum. 95. Nee. Dit wordt lastig. 58. Dit wordt lastig. Ja, nu de trippeltjes die hem toch even ontgaan. Op de meest belangrijke moment van de wedstrijd natuurlijk. Hier een goede eerste pijl voor Karel Sedlacek. Mooi 140 om zich naar 80 toe te werken. Ja, nogmaals hè. Dus, 180 is het minimum nu. Ja, hij zal op de 18 starten denk ik. Inderdaad. 162 laat hem op 143. Ja, ja. Mooi. Geeft zichzelf toch nog een kleine kans, moest Karel Sedlacek nu tops missen. Daar komt hij. Krijgt hij één bel voor nu. Daar komt hij. En hij neemt hem. Hij neemt hem, dames en heren. Het is helaas over en out voor Roberto van Dalen. De eerste Belg hier aan het werk op de Belgian Dart Open. Kan niet doorstoten naar de tweede ronde. Maar hij krijgt echt wel een sportieve handshake van Karel Sedlacek. Hij wijst naar Roberto van Dalen dat hij een goede wedstrijd heeft gespeeld. Brian? Ja, zeker. Het is echt een goed debuut geweest voor Roberto. De gemiddelde kan er natuurlijk niet neerzetten. Maar gewoon omdat hij een paar legs heeft gehad, dan zijn scorevermogen helemaal weg zijn. Maar als je die legs wegneemt, dan heeft hij eigenlijk echt een mooi debuut gemaakt. Absoluut. De fout was natuurlijk gelijk in de eerste leg, die 151. Als hij daar die 131 wel weet te gooien, dan is het al gelijk een heel andere wedstrijd. Maar Roberto mag zeker terugkijken op een heel geslaagd toernooi. Tonnen respect voor Roberto van Dalen, maar de eerste van 8 Belgen op deze Belgian Darts Open is uitgeschakeld. Zometeen dus, zoals we net zeiden, Boris Kurtsmar tegen Cameron Menzies. Tot zo.